Dag dames en heren. Wat mag er allemaal wel of niet in het buitengebied van Lid als het gaat om wonen, landbouw en recreatie? Het college van BNW presenteerde deze week een nieuw ontwerpbestemmingsplan met nieuwe regels. De oude plannen stammen uit 2002 en zijn dus behoorlijk verouderd. Volgens wethouder Hoeksema was het een enorme klus om een plan te maken waar alle betrokken partijen mee konden leven. En hij is nu bij ons in de studio, meneer Hoeksema. Welkom. Ja, een enorme klus, zei u deze week, toen de plannen werden gepresenteerd. Ja, hoe lang bent u ermee bezig geweest met uw medewerkers? Al vele jaren. De eerste voorbereidingen waren daar echt al in de oude gemeente Lid, waarin de gemeenteraad van Lid een soort structuurvisie had vastgesteld met uitgangspunten voor het bestemmingsplan. Nou, na de herindeling zijn we daarmee verder gegaan om daar nu een definitief bestemmingsplan van te maken. Ja. En daar is nu het ontwerp van. Maar dat is echt een voorbereiding van vele jaren. Ja, het gaat ook om een behoorlijk groot gebied natuurlijk, hè, waar we het nu over hebben. Met veel verschillende belangen vooral ook die er spelen. Ja, ik bedoel, het gaat om het zeg maar bijna het hele oude grondgebied van de gemeente Lid, het hele buitengebied daar. Nou, daar wonen heel veel mensen, gewone burgers, maar er zitten ook heel veel agrarische bedrijven. Je hebt daar ook gewoon niet-agrarische bedrijven zitten. Je hebt bijvoorbeeld garagebedrijven, maar ook gewone toeristische bedrijven, campings, bed and breakfast. Nou, iedereen heeft daar zo zijn wensen en ideeën, of zijn het niet eens met de ideeën van de buurman. Dus daar heb je een flinke belangenafweging te maken als gemeente. Ja, dan lijkt me dat je moeilijk iedereen tevreden kan houden als je zo'n plan maakt uiteindelijk. Ja, nou ja, toch hoop ik dat het met dit ontwerpbestemmingsplan wel gelukt is. Maar dat lukt natuurlijk nooit met iedereen. Want soms zijn de belangen tegenstrijdig of soms is er wetgeving waardoor een idee of een wens van iemand niet door kan gaan. Maar ik hoop dat we hiermee de grote gemene deler wel gehaald hebben. En dat we toch iedereen een beetje tevreden hebben kunnen stellen. Maar dat is niet met alles gelukt, nee. Ja, goed, het oude plan, het huidige plan, dat is dus afkomstig uit 2002. We zijn 10 jaar verder. Als je die periodes met elkaar vergelijkt, wordt er nu heel anders aangekeken tegen wat je wil met een buitengebied. Waar toch heel veel natuur aanwezig is. Is het anders dan in 2002? Ja, dat denk ik wel. En dat is ook gewoon zo. Als je alleen al kijkt naar hoe we nu tegen de landbouw aankijken, dan is dat toch in de afgelopen 10 jaar wel heel erg veel gebeurd. We hebben de hele reconstructie van het buitengebied gehad. We hebben de discussie over de megastallen. Hoe ver mogen agrarische bedrijven groeien? Dat is eigenlijk de afgelopen 10 jaar de aanzet toegegeven. En daar zitten we nu op dit moment echt in een hoogtepunt. Dat we toch wel op een andere manier met de landbouw om willen gaan. Dus de groei van de, met name de intensieve veehouderij, die is veel meer dan 10 jaar geleden aan banden gelegd. En als er al groeimogelijkheden zijn voor de intensieve veehouderij, dan is dat onder veel striktere voorwaarden dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Ja. Dus een ander voorbeeld is bijvoorbeeld op het gebied van toerisme en recreatie. Nou, 10 jaar geleden was daar bijvoorbeeld langs de Maas, waren daar voorzichtig wat ideeën. Maar je ziet dat de afgelopen jaren flink is gegroeid en dat we nu heel veel wensen en ideeën hebben binnengekregen op het gebied van toerisme en recreatie. Nou, daar was 10 jaar geleden in veel mindere mate sprake van. Ja, die regels voor veehouderij, landbouw bijvoorbeeld, die zijn gewoon veel strenger geworden dan 10 jaar terug. Ja, zowel op het milieugebied, ten aanzien van geuren bijvoorbeeld, maar ook ten aanzien van volksgezondheid, maar ook ten aanzien van de bebouwing. Ik bedoel, ten aanzien van de intensieve veehouderij, dus echt bijvoorbeeld voor de varkens en de kippen, daarvan is heel nadrukkelijk aangegeven, nou die ruimte die zoek je eigenlijk alleen nog maar in een zogenaamd landbouwontwikkelingsgebied en dan ook nog maar tot 1,5 hectare bouwblok. Mm-hmm. Nou, dat was zeg maar 10, 15 jaar geleden toch wel heel erg anders. Toen werd er meer gesproken over 2,5 en soms nog wel 3 hectare groei voor bedrijven. Nou, dat is toch echt wel wezenlijk veranderd ten opzichte van 10 jaar geleden. En je merkt ook nu dat ook veel meer burgers of milieuorganisaties, maar met name ook gewoon omwonenden van veehouderijbedrijven, zich heel nadrukkelijk gewoon bemoeien met wat er in hun leefomgeving gebeurt. Ja. Dus er moet ook gewoon veel meer uitgelegd worden dan 10 jaar geleden. En dat is maar goed ook. Ja, wordt het dan niet heel erg lastig voor veehouderijen, voor landbouwbedrijven om nog het hoofd boven water te houden? Als die regels alleen maar strenger worden en je nauwelijks of maar heel beperkt kunt uitbreiden? Ja, daarom denk ik ook dat alleen maar het verder opvoeren van strenge regels ons uiteindelijk niet veel verder zou brengen als het gaat over de toekomst van de landbouw. Mm-hmm. Ik denk dat agrariërs nog veel meer moeten leren om, als zij iets zouden willen naar de toekomst toe, dat zij echt met hun omgeving moeten gaan praten om hun plannen uit te leggen. En dan denk ik dat heel veel burgers in de omgeving van een boerenbedrijf daar best wel begrip voor willen opbrengen. Als dat maar in gezamenlijkheid gaat. Dat is ook veel meer de weg die we naar de toekomst toe zullen gaan leiden volgens mij.
Dat hebben we ook met dit bestemmingsplan al geprobeerd. Dat als er echt wat grotere ontwikkelingen in zitten, dat we ook tegen de aanvrager zeggen, ga nou eerst eens met je omgeving praten. Nou, dat was 10, 15 jaar geleden absoluut geen sprake van. Mm-hmm. En daar hebben we inderdaad wel flink over moeten bijleren de afgelopen jaren. Ja, veel agrariërs zijn de afgelopen jaren natuurlijk al wel andere dingen erbij gaan doen. Juist ook omdat ze niet zoveel meer mochten uitbreiden. Hè. Dan gingen ze meer richting recreatie en toerisme op om bij hun bedrijf wat anders te gaan doen. Ja. Allerlei mogelijkheden zijn daarvoor. Daar is in dit nieuwe plan straks ook meer ruimte voor. Dat daar meer de nadruk op komt te liggen van wat er mogelijk is. Nou, bij heel veel agrarische bedrijven, maar niet alleen bij agrarische bedrijven, dat kan ook bij burgers zijn. Als daar wensen leven op het gebied van bijvoorbeeld een bed and breakfast of een minicamping of allerlei andere vormen van toerisme en recreatie. Want mensen bedenken soms de meest wilde ideeën. Mm-hmm. Kunsttenten heb ik voorbij zien komen, art shelters. Nou, de mensen met de meest fantastische dingen. Trassen bijvoorbeeld, verkopen van producten bij agrarische bedrijven. Nou, we hebben in Os zelf het voorbeeld van bijvoorbeeld Boer Spierings. Maar zo zijn er in Lid ook een aantal voorbeelden. Nou, daar willen we veel meer ruimte voor bieden in dit bestemmingsplan. Behalve in het landbouwontwikkelingsgebied van Lid. Daar hebben we echt, zeg maar in de polder, daar willen we echt gewoon de ruimte bieden voor de agrarische bedrijven. Maar daarbuiten is op het gebied van toerisme en recreatie veel meer mogelijk dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Ja. Want dan heb je natuurlijk ook nog mensen die graag willen wonen alleen in het buitengebied. Ja. Maar ja, daar zijn ook strenge regels voor. Je mag niet zomaar even een huis gaan neerzetten in de polder. Nee, dat is iets wat nog wel weinig veranderd is ten opzichte van 10 jaar geleden. Wij zijn gewoon heel erg terughoudend met het toestaan van extra woningen in het buitengebied. Het wonen moet eigenlijk primair ook gewoon in de stad plaatsvinden of in het dorp. En niet zomaar in het buitengebied. Dus dat kan eigenlijk niet. Er zijn landelijke en provinciale regels voor natuurlijk. Ja, die regels waar je als gemeente ook aan gehouden bent. Dus zelfs al zou je het willen als gemeente, dan kom je daar niet onderuit. Nee, dat kan het ook niet. Dus dat kunnen mensen in dat opzicht wel vergeten. Er zijn duidelijke strenge regels vanuit de provincie, een zogenaamde provinciale verordening. Dus alleen maar in hele uitzonderlijke situaties. Als je dus bijvoorbeeld heel veel vierkante meters aan stallen opruimt in het buitengebied, dan kan je onder een aantal voorwaarden nog een woning terugbouwen. Dat heet dan ruimte voor ruimte. Nou, daar hebben we ook een paar van opgenomen in dit bestemmingsplan. Maar dat zijn er maar een handjevol. Dat zijn er maar heel weinig. Ja. U gaf het al aan, er is van tevoren heel veel overleg geweest al, hè, met alle instanties om dit bestemmingsplan te maken. Heel veel inspraakreacties zijn er al verwerkt ook in het plan. 99 inspraakreacties en 33 daarvan die zijn alweer eigenlijk ook meegenomen in het plan. Ja, dat geeft al aan hoe de belangen gewogen moeten worden, hè, en hoeveel mensen reageren. Dus bijna 100 inspraakreacties. Daarnaast zijn er dus 33 mensen die een idee naar voren hebben gebracht. Een uitbreiding van een agrarisch bedrijf of op het gebied van toerisme en recreatie. Er zaten leuke ideeën bij. Die hebben mensen naar voren gebracht. Daar hebben we positief op gereageerd. Dat is echt een ondersteuning van wat wij met het buitengebied willen. En die hebben we in dit bestemmingsplan opgenomen. Dat is bijvoorbeeld bij een kunsthandel, Souter bijvoorbeeld. Nou, dat kennen heel veel mensen wel. Die willen heel graag een opslagloods voor hun kunsthandel. Omdat het tegenwoordig allemaal via internet gaat. Die hebben dus wat meer ruimte nodig. Maar die wilden ook zogenaamde art shelters. Dat zijn een soort bijzondere tenten waarin zij mensen en kunstenaars willen laten wonen. Nou, dat soort initiatieven hebben we afgewogen en hebben in dit bestemmingsplan toegestaan. Ja. Nou, zo zit het vol met allerlei gehonoreerde wensen. En we hebben ook wel eens zaken moeten afwijzen omdat ze gewoon niet konden. Maar we hebben ook heel veel positieve dingen gewoon gehonoreerd als gemeente. Ja. Dan zou je zeggen, nou ja, het is goed voorbereid allemaal. Hè. Veel dingen zijn er al in verwerkt. Nou, dan ben je klaar. Hè. Dan kun je het bijna gaan aannemen. Maar is dit nog wel een proces aan te komen? Bijvoorbeeld, er komen nog 2 inspraakbijeenkomsten volgende maand. Ja. Verwacht u daar nog veel nieuwe geluiden te horen van mensen die het toch ergens niet mee eens zijn? Ja, ik denk het wel. En ik zou mensen ook gewoon willen oproepen om naar die inloopbijeenkomsten te komen. Hè. Dan kunnen ze gewoon op de website van de gemeente kijken wanneer die zijn. Want wij zien ook als gemeente wel eens wat over het hoofd. En ik wil ook gewoon graag de mening van de mensen weten of wij het in dit bestemmingsplan goed hebben opgenomen. Mm-hmm. En of wij nog dingen over het hoofd hebben gezien. Nou, de ervaring leert, dat was ook met het buitengebied van Os zo, dat er ook dan nog heel veel reacties zullen komen. Dus ik heb niet de illusie dat dat die 99 uiteindelijk minder zullen worden. Ja. En dat hoeft ook niet, want uiteindelijk maken wij het plan voor de boeren en de burgers in het buitengebied. En zij moeten nu gaan reageren op het bestemmingsplan. Ja, en daarna komt de discussie in de raad ook nog een keer. Ja. Dan moet het halverwege volgend jaar eindelijk eens vastgesteld worden. Ja, we moeten het voor de zomer van 2013 hebben vastgesteld. Dat is een wettelijke termijn. Dus er moet nog ontzettend veel werk verricht worden. Nog veel overlegd worden met allerlei belangenorganisaties.
met de raadscommissie. En dan uiteindelijk hebben we, ik dacht eind juni, het hoogtepunt met de vaststelling in de gemeenteraad. Ja, nou wordt ongetwijfeld een keer vervolgd dan dit verhaal, meneer Hoeksema. Absoluut. In ieder geval bedankt voor uw uitleg voor dit moment. Graag gedaan. Tot zover Focus voor deze keer. Als u op de hoogte wil blijven van al het laatste nieuws, dan kunt u natuurlijk terecht op onze website. Dat is www.d-tv.nl. En als u dat te veel moeite vindt, kunt u ook ons volgen via Twitter. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.